Nou, de neiging van mensen en organisaties is om te gaan voor comfort, voor gemak en ook voor zekerheid. Met als gevolg dat resultaten in organisaties heel onvoorspelbaar zijn, omdat mensen de neiging hebben om hun verantwoordelijkheid daarvoor te ontlopen. De meeste bedrijven die hebben nog wel een jaarlijkse strategische heidag. Daar plakken ze dan een begroting tegenaan. En dan vergeten ze om de dagelijkse doelen en acties door te vertalen tot op het laagste niveau in de organisatie. Met als gevolg dat het bij goede bedoelingen blijft. Waar wij bedrijven bij helpen is om hun visie scherp te stellen, om hun inrichting professioneel neer te zetten en om uiteindelijk de verrichting professioneel te laten verlopen. Nou, planmatig sturen op visie is het uitgangspunt. Spanning is een kans. 10% is omstandigheden en 90% is hoe wij daarmee omgaan. Grip op succes reduceert het verschil tussen woorden, mooie woorden en daden.